Kipvogel, kipvogel, kijk wat hij doet. Nou, dus dat werkt zo, ja. Hé, hey, het lijkt wel of het lekt. Ja. Hé, hey, kipvogel, misschien kan je het lijmen. Ja, je kan niet altijd alles lijmen, tungsten. Ik timmer er wel even een plankje op. Nee, dat moet je niet doen, joh, want die spijkers maken juist nieuwe gaten. Ja, dat is onzin, want die spijkers zitten toch zelf precies in die gaten? Ja, maar die gaan roesten en dan wordt het juist erger. Nou, onzin, tungsten. Ik maak er gewoon even een plankje op. Laat mij maar even. Nou, zoek het dan zelf maar uit, hoor. Zo, plankje. En, hé. Hey. Oh, nou, daar heb je ook niet veel aan. Wacht, als ik hem nou even erop maak weer. Spietje erin. Hé, hey, dat is ook gek. Daar heb ik weer een klein hamertje voor nodig. Nou, dat gaat misschien ook weer mee. Nee, je hebt toch echt een hamertje nodig. Wacht, als ik dit nou even hierop zet. En dan kan dat eraan. Zo, spietje erin. Hé, dan heb ik nog een klein hamertje nodig. Oh, wacht, dan kan ik... Dan kan ik met het vergrootglas precies zien wat ik doe. Dan kan ik het zo erin steken. En dat gaat nog best moeilijk. Dan zou ik eigenlijk... Wacht, ik weet wel iets. Als ik nou een tangetje maak, dan kan ik het daarmee precies pakken zoals ik wil. Maar dan moet ik nog wel een heel klein hamertje erbij hebben. Ja, dan maak ik dat eerst even. Zo, en dan kan ik met dit tangetje het spietje in dat hele kleine hamertje duwen. Zo. Wat is dat moeilijk te pakken. Alles trilt zo als het klein is. Dat is nou ontzettend lastig. Daar zou ik eigenlijk... Ja, ik weet het al. Ik maak een apparaat. Waarmee ik hele kleine dingen heel goed kan besturen. Vergrootglas erop, dat je precies ziet wat je doet. En dan maak ik hier zo dat kleine tangetje aan vast. En aan de andere kant juist hele grote handvaten. Zodat je hem goed vast kan pakken. Zo. Kijk hoor, deze hier. En dit. En dan kan ik precies doen wat ik wil, zonder dat het trilt. Even kijken hoor. Als ik nou zo door dat vergrootglas kijk, ja, dan zie je precies wat je doet. Maar hij is misschien toch nog niet helemaal af. Ik denk dat ik er nog even een systeem op maak, waardoor die ook... Hé, wat is dat? Allemaal rook. Tungsten, wat ben je aan het doen? Nou, ik maak lek dakpik. En jij? Ben je al klaar? Heb je het dak al gerepareerd? Nou, nee, nog niet helemaal. Ik ben eigenlijk nog... Nou, je was anders al flink bezig. Ik wil het wel even zien. Nou, ja, ik ben bezig met een tang. En dat is eigenlijk wel een leuk apparaat. Want daar kan je alles mee doen wat je wil. Alleen, eens even zien. Ziet er inderdaad wel handig uit, ja. Dus hier pak je hem. Nee, zo werkt het niet. Je moet hem vanaf de andere kant bedienen. Oh, bedoel je vanaf hier? Nee, niet zo. Andersom juist. Nou, volgens mij doet hij het prima hoor. Ik ga eens even kijken. Bijvoorbeeld die boomstam daar. Kijk, die pak je zo. Ja hoor. Ja, dat is allemaal leuk, tungsten. Maar straks gaat het weer regenen en het dak lekt nog wel. Dus er moet wel even wat aan gebeuren. Nou, maar daar is deze tang nou juist zo handig voor. Wacht maar eens even. Ga eens opzij. Nee, ho, oh, wacht. Tungsten, wat doe je nou? Nee, ho, oh, oh, ho. Hey. Zo. Pak ik even de lekdakpek. Zo. En even kijken hoor. Dit was het, hè? Hier. En even de pek erop, zo. Hier. En dan moet ik het een beetje verspreiden, dat het goed in de gaten loopt. Ja. En klaar. Nou, handig hoor, dat ging prima. Laat het nou maar weer lekker gaan regenen. Ik ga naar binnen. Nou, dat hebben we toch mooi samen opgelost, hè? Het dak is weer helemaal in orde.